In deze video ga ik jullie laten zien hoe je heel makkelijk veiligheidsoogjes op je Amigurumi kunt plaatsen. Hier zijn wat voorbeelden van verschillende veiligheidsoogjes op Amigurumi die ik gemaakt heb. Dit vosje heeft bijvoorbeeld hele kleine oogjes en het katje wat ovale. Je hebt ze allemaal in verschillende vormen, ook in gekleurde veiligheidsoogjes. Maar de achterkantjes zijn ook verschillend. Deze is bijvoorbeeld metaal. Meestal zijn ze van plastic, zoals deze. Maar ook die komen in verschillende vormen. En maar de techniek die ik jullie ga laten zien, die werkt voor al deze sluitingen. Ik zal eerst even laten zien hoe ik het eerst probeerde om een veiligheidsoogje te bevestigen. Nou, hier zit hij al in het haakwerkje. Nou, doe ik het achterkantje erop. Maar je ziet, het is echt al lastig om hem op te krijgen. Want ja, hij moet gewoon heel strak zitten en daarom sluit hij hier heel moeilijk. En meestal moest ik mijn man vragen om te helpen. Maar nu ben ik erachter gekomen dat het ook dat er een trucje voor is. Je kunt de dop van een stift gebruiken. En je plaatst de dop van de stift op het achterkantje. En door de lengte van de dop kan ik veel kracht zetten. En kan ik het heel makkelijk zelf doen. En heb ik geen hulp meer nodig. Dus het enige wat je nodig hebt is een dop. Nou, is dat niet handig? Wil je nog meer Amigurumi maken? Ik heb verschillende gratis tutorials op mijn YouTube kanaal. Zoals bijvoorbeeld dit konijn en dit grappige kuikentje. En deze koala. En nog veel meer beestjes. Dus neem vooral even een kijkje. Wil je wat iets complexere Amigurumi haken? Neem dan vooral even een kijkje op mijn website. Ik verkoop verschillende haakpatronen. Nou, ik hoop dat je deze video heel handig vond. Ik vind het in ieder geval heel handig. als je het leuk vond, abonneer je dan op mijn kanaal. Like vooral deze video even. Bedankt voor het kijken!